Een op de drie inwoners van Rilland is fel tegen de komst van 200 Portugese seizoensarbeiders. Ze zijn bang dat de leefbaarheid in hun dorp daardoor achteruit gaat. Een uitzendbureau wil de seizoensarbeiders huisvesten in het voormalige hotel Klooster van Rilland. Een actiecomité heeft burgemeester Huisman handtekeningen overhandigd van bezorgde inwoners. Het zal implicaties hebben voor de leefbaarheid in de kern van Rilland. Niet alleen voor de bewoners, maar wij denken ook voor de mensen die daar gehuisvest gaan worden. Vier man op een kamer, dagen hard werken, weinig vertieren, weinig mogelijkheden tot ontspanning. En ook de veiligheid is in het geding. En er zijn ook mensen die zich zorgen maken over de waarde van de woningen. De burgemeester neemt nog geen standpunt in, omdat het uitzendbureau nog geen officiële aanvraag heeft ingediend. Ik kan me er zo een goed voorstellen. Ik heb ook gezegd tegen de mensen die de handtekening hebben overhandigd dat we alle belangen moeten gaan wegen. En dat zijn de belangen van de ondernemer. En ook de belangen van de Rijmerswaalse ondernemingen die arbeidsmigranten in dienst hebben. We hebben te maken met de belangen van Rilland. We hebben te maken met de belangen van het gebouw, het klooster van Rilland zelf. Dus al die belangen gaan we straks afwegen en daar zullen we een besluit nemen. Het hotel wordt namelijk op.